In de jaren 50 was Brink Greve aanvoerder van de strijd tegen de nieuwbouwplannen van de gemeente in het centrum. Zo redde hij onder meer de Jordaan van de Sloophamer. Ook was hij oprichter van de vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad. Aan die Amsterdamse grachten heb ik heel mijn hart voor altijd verpand. Het zijn de eerste regels van een lied van Wim Sonneveld, maar als dat voor iemand gold, dan was het wel voor Geurt Brink Greve. Al gingen niet alleen de grachten, maar de hele binnenstad hem aan het hart. Hij was eigenlijk een soort actievoerder, een nette actievoerder, die actie voerde door panden op te knappen, stichtingen op te richten om panden te kopen en die vervallen panden die te restaureren en hun functie terug te geven. En daarmee heeft hij het gemeentelijk beleid een aardige spaak in het wiel kunnen steken. Brink Greve was in de jaren 50 de luis in de pels van het Amsterdamse gemeentebestuur dat plannen had de oude binnenstad grotendeels te slopen. Wonen zou men gaan doen in nieuwe buitenwijken en de binnenstad moest een kantoortuin worden met brede autowegen en grote hoge gebouwen. Maar er was geen rekening gehouden met Geurt Brink Greve. Die verweet de planologen. Een gebrek aan aandacht voor de merkwaardige historische structuur van de binnenstad van Amsterdam. Want dat is, laten we het niet vergeten, de grootste, min of meer gaaf bewaarde historische stadskern van heel Europa. Ondanks zijn niet aflatende strijd tegen het stadsbestuur kwam toch erkenning. In 1982 kreeg Brink Greve de zilveren erepenning van de stad. Je kunt zeggen dat hij de strijd gewonnen heeft. Op een gegeven moment is het hele gemeentelijk beleid veranderd. Dankzij dit werk, mede dankzij dit werk. En nu is het beleid behoud herstel in plaats van sloop nieuwbouw. Dat is dus een kroon op het werk van Geurt Brink Greve. Geurt Brink Greve is 87 jaar geworden.